Het is maandag 1 september. Het is Mobility Week op BNR. Dus heel veel nieuws ook over alles wat ons beweegt. En vooral waarin wij ons ook bewegen. Daar beginnen we ook mee vandaag. Want het kabinet draait flink verlies op de oldtimerregeling. Van de geplande 120 miljoen euro die de regeling zou moeten opleveren, komt slechts 35 miljoen euro binnen. Minder dan een derde dus dan oorspronkelijk was begroot. Blijkt allemaal uit onderzoek van de Stichting Autobelangen. We beginnen vandaag er ook over te praten met Wouter van Emden van de Stichting Autobelangen. Hier naar de studio gekomen. Welkom. Dankjewel. Eerst even, hoe hebben jullie het berekend? Waar hebben jullie cijfers vandaan? Nou, wat wij hebben gedaan is een actueel bestand opvragen bij de RDW met alle oldtimers op 1 april 2014. En vervolgens dat berekent hoeveel deze aan MRB, motorrijtuigenbelasting, zouden moeten betalen. En dan kom je tot een totaal van maximaal 35 miljoen. En wat valt op als je die cijfers kijkt? Waar verdwijnen ze of waar verdwijnen ze juist niet? Nou, wat wij ook hebben gedaan is bestanden opgevraagd van voordat de maatregel werd aangekondigd tegen de oldtimers. En wat blijkt is dat met name de oldtimers die het zwaarst getroffen worden, dus bijvoorbeeld die op LPG, massaal van de weg gehaald worden. Dus die worden geschorst, die worden gesloopt, die worden geëxporteerd. Maar er wordt niet meegereden, waardoor er dus ook geen belasting voor betaald wordt. Wat was de wijziging ook alweer? Want dat weet niet iedereen. Wat werd er gewijzigd aan het begin van dit jaar? Nou, per 1 januari 2014 moesten oldtimers weer wegenbelasting gaan betalen als ze onder de 40 jaar oud waren. Waar dat vroeger 25 jaar was. Ja. En als je nou deze cijfers ziet en met wat u noemt, welke auto's er verdwijnen, want je zou kunnen zeggen, nou, het is mooi milieueffect, al die oude vieze auto's, maar dat is het dus ook niet. Nee, want eigenlijk oldtimers rijden heel weinig. Nog geen 1% van de personenverkeer wordt gereden met oldtimers. En zeker als je kijkt naar welke oldtimers nu van de weg gehaald worden, daar zit een gedeelte diesel bij, maar er zit vooral ook heel veel LPG bij. En dat is natuurlijk eigenlijk een heel schone brandstof. Staatssecretaris Wiebes die zegt wel vaker bij cijfers, nou, eerst nog maar eens even zien, even afwachten, even de tijd geven. Dat is nu ook een klein beetje zijn reactie. Wat vindt u daarvan? Ja, dat vinden wij niet nodig. Want het RDW houdt natuurlijk heel nauwkeurig alle overschrijvingen bij en alle schorsingen. Dus zij kunnen op ieder moment een actueel bestand geven met wat er wel of wat er niet rondrijdt. Dus die cijfers die zijn actueel en die kunnen zij ook opvragen. Dat is eigenlijk een fluitje van een cent. Nou heeft u het niet voor niks opgevraagd en brengt u het niet voor niks naar buiten. Wat wilt u ermee bereiken? Nou ja, wij strijden er al heel lang voor dat de mensen in hun rechten gerespecteerd worden. En dat Nederland zich houdt aan de internationale norm van 30 jaar. Die geldt voor oldtimers. En als dat zou gebeuren, dat zou wat u betreft de maatregel moeten zijn, het terugdraaien dus? Wij vinden in ieder geval dat die maatregel naar 30 jaar zou moeten, zoals internationaal gebruikelijk is. Ten slotte, is het nog nodig om te zeggen, nou ja, maar we moeten toch echt langer tijd hebben? We moeten dit na 2 jaar evalueren of zegt u nee, de tijd is om? Nou ja, kijk, je kan een beetje de parallel trekken met de accijnzen. Daar is het veel ingewikkelder om het te berekenen, want je zit met olievoorraden en dergelijke. Dat is bij deze kwestie van de oldtimers eigenlijk veel eenvoudiger, want je weet precies welke oldtimers er rondrijden, dus je weet precies waarvoor betaald wordt. En dat kun je dus heel erg eenvoudig uitrekenen. En het blijkt gewoon dat deze maatregel veel te ingrijpend is geweest. En dat die dus aangepast moet worden. Nou, ik dank u voor uw toelichting van het onderzoek, Wouter van Emden van de Stichting Autobelangen. En ik praat erover verder, over die oldtimerregeling die schatkus dus veel minder oplevert, met CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt. Meneer Omtzigt, goedemorgen. Goedemorgen, meneer Van Dijk. Als u het allemaal zo hoort, wat is uw reactie? Dan gaan we weer. De voorspellingen van deze regering, wat de effecten zijn van de belastingverhogingen, zijn volstrekt uit de duim gezogen in het autodossier. En de staatssecretaris zei er wel, die zegt vaak, ja, eerst nog maar even wat meer tijd gunnen. De Stichting Autobelangen zegt, nou, dat is wel helder nu. Waar staat u? Ergens tussenin. Ik wacht even, met Prinsjesdag ga ik een nieuwe set vragen stellen. Ik heb begin juli dezelfde cijfers opgevraagd als de heer Van Emden. Toen konden de regering ze niet allemaal leveren, omdat ze zeiden, we hebben computerproblemen gehad bij de Belastingdienst. Dus de meeste mensen zijn helemaal niet in januari aangeschreven, maar vanaf maart pas. En een andere groep vanaf mei. En die mocht toen nog wijzigen of ze onder het overgangsregime gingen vallen of niet. En dus het moet er allemaal nog even settelen. Wij weten zelf niet. En dat was nog wel geloofwaardig dat we zeiden hoeveel mensen precies waarin vallen. Maar wat wel duidelijk is dat de gedragseffecten totaal niet meegerekend zijn. En het milieueffect waar je het over had. Er is maar één categorie die je eigenlijk wil raken voor het milieu. Dat zijn de diesels tussen de 25 en 30 jaar oud. Die vielen onder de oldtimersregeling. En daar werd regelmatig, ja, werden veel kilometers mee gedraaid. En die werden dus als dagelijkse auto gebruikt. Maar laat dat nou net de categorie geweest zijn waar veel minder geschorst is dan in andere categorieën diesels.
Die internationale norm, die is 30 jaar. Vindt u het logisch dat we daar weer naartoe gaan? Ja, in de regeerakkoorden waar wij aan mee gedaan hebben, gingen wij rustig van 25 naar 30 jaar toe. Als de regering had gezegd van nou die overgangsperiode die kan wat korter, dan is dat wat ons betreft prima. En nu heeft de heer Van Hemden ook een rechtszaak aangespannen om het af te dwingen. Dus ik wacht ook even rustig af wat daaruit komt. En u wacht nog even officiële cijfers af, maar dan gaat u zich wel weer roeren op dit dossier? En dan ga ik me wel weer roeren op dit dossier. En wat ik ook graag wil weten van de regering is, hoe zit ze nou iedere keer met de voorspellingen? Zowel bij de accijns als hier zitten ze er een factor 3 tot een factor 4 naast. En dat roepen we in de Kamer van tevoren. Dat als je dit doet, dan weet je gewoon dat mensen die een wat oudere dieselauto hebben en dan tussen de 1000 en 3000 euro wegenbelasting per jaar moeten gaan betalen, terwijl ze nog geen 1000 kilometer per jaar rijden, dan weet je dat ze die gaan schorsen of gaan exporteren. Want dan wordt je hobby onbetaalbaar. En daar is gewoon niet naar geluisterd. Wij gaan kijken hoe dit het vervolg krijgt. CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt, dank u wel. En wilt u nog meer weten over dit onderwerp? bnr.nl/mobilityweek. Kunt u het allemaal vinden. BNR Nieuwsradio.